gehoord hebben. Waar kan ik winnen? Je moet laten zien, wat kunnen ze ermee winnen met duurzaam bouwen. Er is ook nog energiebesparing te halen uit het optimaliseren van bestaande installaties. Hoe zorgen wij ervoor dat we echt in dialoog gaan met degenen die gaan over de gebouwde omgeving, nieuw of gebruikt? En hoe zorgen wij dat de expertise, de kennis en de vakkennis die wij in huis hebben, dat die wordt gebruikt? We bouwen de landschappen van vandaag, we bouwen de landschappen van morgen. En die bouwindustrie, die doet dat. Die heeft die controle, die heeft ook die kennis. Maar we moeten veel meer lef hebben. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik wil een energiesprong maken van energielabel F naar energielabel B of A bijvoorbeeld. En onze klant vraagt iets anders. Die vraagt geen duurzame woning. Die vraagt gewoon een woning waar je gelukkig in kan leven. Eigenlijk hou ik me helemaal niet bezig met energie. Ik heb ook de bal op stand van energie. We zijn toch echt wel een koploper. Ja? Terwijl bijvoorbeeld ook een land als Panama ook absoluut vooruitstrevend is. Is de echte betonkennis en de duurzaamheidskennis rondom cement en beton zit er echt in Nederland. Maar op dit moment is er geen teken aan de lucht dat deze missie mogelijk ook fataal zou kunnen aflopen. We hebben de mogelijkheden van de toekomst, maar we zitten nog vaak in het sentiment van het oude. Maar ik denk dat we echt een factor 2 of 3 goedkoper kunnen gaan bouwen. En dan komt een duurzame gebouwde omgeving komt dan heel snel dichtbij. Ik ben op dit moment groener dan ik ooit geweest ben. Dan presenteer ik ook op de duurzame top 50. Ja. Dus ik denk van ik doe groene lens in en dan heb ik echt een groene uitstraling, denk ik. Ja, afscheid is een beetje zwaar gezegd. Ik ga in de voortuin van mijn bedrijf werken. Dus Martin, heel veel succes en hartstikke bedankt. Maartje, succes. En op een duurzame toekomst.